Blijkbaar denken wij mannen dus te veel aan het Romeinse Rijk. Ja, man, ik heb <laughs> zien. hoe kan je uitstelgedrag in voordeel gebruiken? Dit is de manier hoe je een koninkrijk bouwt. Welkom allemaal bij een gloednieuwe Freetalkje. Yes. Freetalkers hebben basically bij de notities die we aan elkaar delen. En uh, hopelijk kunnen jullie er ook wat van leren. Mm -hmm. Ik wil beginnen. Ik zag op TikTok dus. En ik heb er ook zelf een TikTok over gemaakt. Het ging best wel viral. Blijkbaar denken wij mannen. Dus te veel aan het Romeinse Rijk. Ja, man, ik heb <laughs> het gezien. Ik heb het gezien bij Eilin. Yep. Ja, en toen ik dat las, dacht ik serieus van. Ik, ik ben blij dat ik niet de enige ben, want ik heb dat serieus man. Yep. Ik sprak Ayron inderdaad ook daardoor. Uh -huh. En zij zei van ik zag die meme het eerste waar ik aan dacht was jullie. <laughs> ja, maar ik bedoel, we hebben het er ook gewoon vaak over gehad, toch? Maar is het een uh -huh. ding ook gewoon mensen die helemaal geen verstand ervan hebben en zo? Ja, ik weet niet. Volgens mij zit het wel gewoon in ons mannen dat we het echt veel daaraan denken. Want je ziet ook veel. Dat soort films zijn vaak de meest populaire films, van Sparta. en dat Ja, soort dingen. echt zo. Dat is best wel ziek. Maar het, ik zag dus ook in zo'n bericht van waarom mannen het interessant vinden. Mm -hmm. Dus door de, economisch deden ze het goed, militair deden ze het goed, politiek. Dat is een heel interessant systeem. Mm -hmm. uh, het was eigenlijk gewoon de eerste. En het was natuurlijk allemaal heel mooi met kunst en zo. De eerste mm -hmm. soort van, ja, ik zou kunnen zeggen, misschien zelfs al ja, moderne samenleving. Maar, ja, het was een soort van de Renaissance voor de Renaissance, zeg maar. Ja, ik bedoel, zij hadden heel veel dingen die daarna verloren zijn gegaan. Mm -hmm. Ja, dat dus is wel interessant. Maar om... het is ook allemaal. Zeg maar, sommige dingen in het leven zijn soms te mooi uh, om waar te zijn. Lijkt het mm. wel toch? Bijvoorbeeld het leven van Napoleon, waar we het vaak over hebben gehad. Het lijkt niet echt. Het lijkt Goed. niet alsof dat. Een echt waargebeurd verhaal is. En dat is altijd met het Romeinse Rijk. Het lijkt alsof het een filmscript is. Ja. Vooral ja. de keizers, de generalen, al, de, al die battle battleverhalen. Het zijn allemaal ja. verhalen wat niet echt lijken. Maar denk je ook niet dat er veel van wordt mooier gemaakt? Tuurlijk, tuurlijk. Dat maar dat, wordt, dat hoort dat wel dat een beetje verkoopt. bij die mystiek, toch? Ja, zeker. Maar ja. ook heel veel dingen zijn niet eens mooier gemaakt dan het lijkt. En het is nog steeds gewoon te bizar geworden. We ja. hebben bijvoorbeeld die in uh, die Nero-aflevering die we hebben gedaan. Ja. Daar heb ik ook een paar reacties gehad van: wat the fuck, dit lijkt niet eens op een. Hoe is dit een echt persoon? Ja, hoe is dat echt gebeurd? Het leven van Nero, dat is gewoon een fantasieverhaal, lijkt het wel. Maar ja. het is gewoon een echt waar gebeurd verhaal. Ja, dat is heel ziek. Maar omdat mensen ook dus niet weten precies hoe dingen zijn verlopen, mm -hmm. uh, geeft ze er geven ze er denk ik vaak een beetje vrije loop aan. laat ze hun fantasie een beetje gaan, toch? Ja. En ja, dat is ook hoe die films en boeken worden geschreven. Maar er is dus wel heel veel informatie beschikbaar van die tijden. Ik bedoel, er zijn nog hele... Ik ben in Limburg geweest. Daar heb je gewoon nog een heel badhuis, wat daar gewoon nog staat. Mm -hmm. um, daar hebben ze dus omheen een soort van museum gebouwd. En je kan daar gewoon in lopen. En dan zie je gewoon dus waar ze vroeger... Uh, nou, bro, het is echt fucking ziek, maar een soort van de jacuzzi hadden. Ja, en dan hadden ze ja. daar het ijsbad. En vloerverwarming, hoe dat werkte en zo. Ja, ze waren echt ver. En ja. het is op zich, Rome is niet zo heel ancient. Qua je moet beseffen, want uh, voor Rome, voor de Romeinse mensen, waren de Egyptenaren, noemden ze al ancient Egyptenaren. Ja. Ze noemden Egypte al ancient Egypt. Want toen Rome op top was, was Egypte al best wel downhill aangaan, toch? Mm -hmm. En dus het, dat we ook best wel veel weten over de Egyptenaren. Laat al zien dat we dan waarschijnlijk dat we ook daarom zoveel weten over domeinen, toch? Want daar is nog meer informatie over. Ja, 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 maar hadden zij, denk je, al die informatie over de Egyptenaren? Of is dat later met de loop van de tijd? Ja, er zijn steeds meer dingen ontdekt. Ont en zo. Ja, precies, veel ontdekkingen. Maar en zo. Ze waren toch wel een beetje samengevoegd. Uh, dus je had bijvoorbeeld Egyptische, uh, ja, wat, wat, wat zijn het? Uh, je had, hoe, hoe heet ze ook weer? Die was dus met een, met een Romein samen. Cleopatra? Ja, die was ja, samen met, met Julius Caesar. Was dat met Julius Caesar zelf? Ja. Oh shit, ik dacht ja, zijn vader han. of zijn opa. Nee, nee. En daarna met, um, hoe heet die? Anthony. Um, ik ben even zijn naam kwijt. Maar de generaal die onder Julius Caesar was, toen Julius Caesar vermoord werd, toen kwam. En, ik wou Anthony Joshua zeggen. <laughs> <laughs> ja, mensen weten wie ik bedoel. Ik ben ja. heel veel van de naam kwijt. Ben... Nee, maar het is wel ziek dat dat samen werd gevoegd, man. Ik wist mm -hmm. dat vroeger echt niet. Ik dacht dat de Egyptenaren ver voor de Romeinen waren. Maar... Ja, maar zeg maar wanneer toen Cleopatra ging trouwen met. Of ze hebben volgens mij zijn ze niet getrouwd, maar toen ze samen een relatie hadden. Uh -huh. toen, was Cleop, toen was Egypte al best wel downhill aan het gaan. Ja, we want Cleopatra was Grieks. Cleopatra was niet eens Egyptisch. Dus dit was al een tijd dat uh, de Grieken eigenlijk Egypte hadden overgenomen. De hele Egyptische farao's, dat was toen al verdwenen. was het dan een soort van manier om sterk te blijven dat Cleopatra samenging met uh, Julius Caesar? Want het was ook, ja. ook een tactisch trouwens. Het was ook tactisch, want um, hoe heet het? Pompei, die was dus in battle met Julius Caesar. En Pompei was toen uiteindelijk gevlucht naar Egypte. En toen is Julius Caesar hem achterna gegaan in Egypte. Toen kwam hij in Egypte en bleek dus dat. Er was toen een. Varo was toen uh, een jongetje van echt 12 jaar oud of zo. En hij had dus Pompey zijn hoofd eraf gehakt. <laughs> ja, en toen was Julius Caesar dus boos op dat jongetje. Want ook al was Pompey zijn uh, uh, rival, het was nog steeds wel een generaal van Rome. En hij was nog steeds wel gewoon een gerespecteerde leider. In Rome. <laughs> en toen, uh, dus toen was, had je die faro. was een jongetje van twaalf. En toen had je Cleopatra. Dat was dus het zusje van die faro. Maar bedoel en dit Cleo soort dingen. Hoe de fuck weten mensen dit allemaal nog? <laughs> ja, nou, dit is allemaal opgeschreven <laughs> ja, en zo. Toch? Is dat, je had toen best wel heel, heel veel historians. Vooral toen in de Romeinse tijd. Mensen mm -hmm. konden al schrijven en zo. Dus ja. dat, dat verdwijnt dan niet. Ik bedoel, we hebben nog steeds het boek van Marcus Aurelius. Het dagboek. Mm -hmm. Dat je je is de eerste historicus? Die wordt gezien als de eerste historicus. To Thucydides. van welke tijd is dat? Hij, uh, hij heeft het boek geschreven, uh, The Peloponnesian War. Mm. Uh, History of the Peloponnesian War. En hij wordt dus gezien als de eerste persoon die eigenlijk schreef over de geschiedenis. Ja. En het is best wel interessant, want ik lees nu een boek, um, A Tribe of Mentors heet dat, van Tim Ferriss. Mm -hmm. Waarin die eigenlijk gewoon, dat is echt een aanrader, waarin hij eigenlijk uh, ja, echt een stuk of tachtig mensen of zo pakt. En standaard vragen. Ik had die vragen ook naar jou doorgestuurd. Ik dacht, misschien is het handig voor de podcast. Mm -hmm. Die stelt die aan al die mensen. Dus welk advies zou je geven aan je jongeren zelf? Als je een billboard zou mogen maken. En een van die vragen, van die vragen was: wat is je lievelingsboek? En volgens mij was het. Um, ik ben heel even zijn naam kwijt. Een auteur die ik best wel vaak check. Die, die gaf dus dit boek. Uh, Steven Pressfield was het volgens mij. Uh, en hij zei: um, mijn, mijn lievelingsboek wat mijn leven heeft veranderd is. Uh, the history of the Peloponnesian War bij the city, dus wat eigenlijk mm -hmm. best wel gek is, toch? Want het gaat ja. over een oorlog en zo. Um, maar hij schreef al in dat boek, in de soort van op een manier alsof het later gelezen zou worden door de rest van de wereld. Alsof uh, hij al wist dat dit boek later bestudeerd ging worden. Dat is best wel fucking ziek als dat nog nooit eerder was gedaan, weet je wel. Ja, yeah, maar uh, Tim Ferris, wat bedoelde hij precies met dat boek? Dus het is een boek voor leiders. Met vragen die hij stelt aan alle mensen op zijn podcast of zo? Um, nee, het is echt. Hij, ik, ja, hij heeft zelf volgens mij ook wel een podcast. Maar dat ja, boek. Tim Ferriss is heeft wel een grootste podcast ter wereld. Ja, maar hij heeft dat gewoon geschreven als in. Uh, gewoon. Hij wil dat boek gewoon puur maken voor de informatie die ja. erin zat. En hij had dus mensen als nafal Rafikant, had hij erin. Um, uh, hij heeft zelfs rappers erin. Uh, waarschijnlijk Oprah Winfrey, dat soort mensen. Ja. En. Je kan dus ook zelf checken mensen die jij interessant vindt. Dat is fucking handig. Dus een paar vragen waren, wat is je lievelingsboek? Wat is het advies dat jij zou geven aan iemand die net uit de college komt? Uh, als jij een billboard zou mogen maken, um, wat zou je daarop zetten? Wat is een rare gewoonte van jou? Echt best wel interessante vragen. En dat staat in al die mensen, wat je lievelingsboek dus ook. Een van die mensen was ook Vitalik Buterin van Ethereum. Ook ja, oh, ja, ja, hij is echt een weirdo. Ik ja, zag man. de laatste video van hem. Dat is <laughs> echt een weirdo. <laughs> Maar het is wel heel handig, man, want die, de informatie wordt gewoon een beetje compact. Ja. Je hoeft niet meer een heel boek te scouten voor hoe iemand denkt, maar het is gewoon een soort van frame. Ja, daarom lees ik vaak niet echt van de sources. En ik weet heel veel mensen die hier niet mee eens zijn, maar bijvoorbeeld wat jij net zegt, die historians. Qua, ik vind dat soort boeken niet echt heel erg interessant om te lezen. Om ten eerste, de manier dat ze schreven was vaak ook heel erg ancient. Dus je gaat dan, ja, je leest dan een... Ja, schrift wat toen heel makkelijk leesbaar was, voor, maar nu gebruiken gebruik we al die woorden niet meer. Ja. En je wilt eigenlijk het liefst een boek lezen wat misschien in de laatste 50 jaar geschreven is, omdat het dan al, hun hebben dan al die bronnen bij elkaar gehaald en alles lopen factchecken, hebben ze het in een goede orde gezet en dan is het leesbaar. Maar heel vaak als je ancient historians leest, dan, um, ten eerste, ze hebben het niet geschreven om. Uh, entertain als entertainment ja, en om als een verhaal te hebben, dus soms kunnen ze van eind naar begin gaan in plaats van begin naar eind. Het is allemaal heel random, mm -hmm. ik bedoel. Het is meer dat boek is meer notities van hun compact. Zeg ja, maar. dit is zeg maar. Weet je nog wat ik vorige keer zei over dat data-informatie-kennis? Dit ja. is data, gewoon van ja. de rauwe feiten die ooit gebeurd zijn. Dat schrijven de historians op. Gewoon van er was een oorlog, dit is gebeurd, die is dood gegaan. Waar je, en dan moet je er zelf een soort van vorm aan geven en betekenis aan geven. En een goede auteur doet dat al voor jou, denk ik toch? Mm -hmm. Die pakt dus al dat data. Tim Ferriss bijvoorbeeld pakt al die mensen, stelt ze de vragen en hij formateert dat voor jou, weet je wel. Dus het is veel makkelijker weg te lezen. Ja. Maar ik denk dat een, de kunst van het leren en het lezen is echt van waar je de bronnen vindt. Mm -hmm. Want als jij 30 uur per dag. Besteed, of 30 uur per dag. Zo. <laughs> so. <laughs> hey, ja, sommige mensen. Bro, living different. Maar stel je besteedt gewoon 30 uur aan het lezen van zulke historians. dan haal je er denk ik minder kennis uit. dan dat je 30 uur besteedt aan boeken lezen. Waar, waarbij mensen al soort van informatie hebben gefilterd voor jou. Waar alleen maar het belangrijke staat, weet je wel. Ja, nee, dit is wat. Um, uh, Winston Churchill ook zei. Van het is eigenlijk een soort van. Um, een slechte eigenschap om van jou tot lange tolst te houden en het niet te compact te maken, zou ja, je ja. wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dus hij zei dat van elk ding heb je een soort van een obligatie om het compact te maken. Elke gedachte die je hebt moet je het compact maken. En dat is hetzelfde dus ook. Met boeken vind ik persoonlijk. Waar ik lees dan bijvoorbeeld liever een boek wat 250 bladzijden is. Waar alles compact staat. Dan een boek van 1000 bladzijden. Waar alles heel lang uitgeschreven ja, is. Ja, ja. Jij hebt die boeken ook wel gelezen volgens mij. Welke? Die met 1000 bladzijden. Zoals ja. Een, uh, wat Nero had dat een beetje. Misschien? Nero had 700 volgens mij. Ja. 600. En Poetin had. Ja, Poetin, daar zei je ook echt van. Het is de voor-info, toch? -info. Kwaad dat is de voor-info. Bijvoorbeeld, ik ben nu dan. Nou, ik ben nu echt drie boeken tegelijk aan het lezen. Maar een van de boeken die ik aan het lezen ben is Napoleon. Uh, een Concised biography. Mm -hmm. En het boek is misschien 150, 200 bladzijden. Ja, dat ja is top. Je, je leert al wel gewoon. Dat zijn ook die ja. boeken van uh, Hourly History, toch? Ja, Hourly History bijvoorbeeld. Die heb ik goed, dus ja. nu ook aan het lezen. Die zijn misschien 40 bladzijden. Ja, maar dan weet top, je man. gewoon de. Je weet je gewoon het bare minimum van een persoon. Ja, je gaat wat minder de diepte in, maar je krijgt wel een goed beeld. Dat is ook waarom ik founders aanraad, toch? Je kan ja. dan checken of je iets interessant vindt en dan kan je later de diepte ingaan. Precies. Maar, maar wat je zegt over Winston Churchill moest me denken eigenlijk aan dat wij TikToks maken. Want hij zegt dus eigenlijk, je lange gedachten moet je in een compacte vorm proberen mm. te, te vertellen, toch? En TikTok is daar echt een goede manier voor. TikTok is daar perfect ja. voor. Want TikTok forceert jou inderdaad om... Het goed te begrijpen zodat je het compact kan maken. Ja. Want je kan alleen maar iets compact maken als je het goed begrijpt. Hetzelfde met ja. uitleggen. Ja. Ja. Daarom wil je eigenlijk ook omringd zijn met mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde. Zodat dus je dat kan uitleggen aan hun. En hun forceren jou dus om dat goed te begrijpen. Want je kan niet iets uitleggen wat je niet begrijpt. Hoe vaak hebben we vaak bij docenten gezien, ofwel, ik heb dat wel eens gezien, dat docenten dan iets aan het uitleggen waren. En dan stelden ze vragen en dan... Ja, dan lukt het niet om te antwoorden, want ze hebben het eigenlijk niet echt begrepen. Mm -hmm, ja. Het was gewoon, ze krijg... hebben het uit hun hoofd geleerd, maar dat was het. Dan krijg je dat antwoord van, ja, dat is gewoon zo of zo. Ja, ja dat is gewoon zo, maar ja. dat is niet de antwoord, want dat is dus niet zo. Want, <laughs> ja. Nee, klopt, klopt, zeker. Ik denk ook, ik probeer dat nu met Unie ook te doen, gewoon mensen dingen uitleggen. Bro, ik... Had nooit verwacht dat ik ooit iets zou, iemand zou kunnen helpen met schoolman. Maar mm -hmm. nu maak ik gewoon al mijn huiswerk. En mensen vragen gewoon soms dingen. En dan begrijp ik het ook nog beter. Ja, ja Winston Churchill is fascinerend trouwens. We gaan de volgende free talk gaan we daar meer over hebben. Ja, ik ben nu ja, nog bezig met daar mijn bestudering in. Ja. Maar er is één verhaal, die ga ik nog niet vertellen, maar die is echt fascinerend. Gewoon over dat hij dus geloofde dat hij niet dood kon gemaakt worden in oorlog. Waar hij ja. geloofde dat hij gezet was. Um, op, door God voor een reden en dat hij daardoor dus niet doodgeschoten kon worden. Dus hij ging ook niet schuilen voor mensen, voor soldaten of voor kogels. Hij bleef er gewoon staan. En het is hem gelukt. Ja, hij <laughs> betreft, het is gelukt inderdaad. Hé, hey, misschien had hij wel gelijk. <laughs> Dan komen we volgende keer op terug. Dat is cool. Um, ik had een artikel gevonden wat ik echt interessant vond. En ik denk dat jij hem ook interessant vindt. Ik heb hem naar je doorgestuurd. Mm -hmm. Maar. Het is van John Perry. Hij is een, uh, een docent of hoogleraar op Stanford University, volgens mij. En hij heeft een artikel geschreven over Structured Procrastination. Dus okay. is eigenlijk hoe kan je uitstelgedrag in voordeel gebruiken? Het is best wel een kort artikel, denk misschien een kwartiertje lezen, misschien max 20 minuten. En waar hij het dus eigenlijk over heeft, is dat als we een, een takenlijst hebben, dat we de bovenste, de, de meest moeilijke, zware vaak overslaan. Uh, en. Dat we de taken daaronder eigenlijk gebruiken om te procrastineren op die bovenste. Dus we doen ja. die taken eronder zodat we de bovenste niet hoeven te doen. Precies. Maar dat is eigenlijk extreem productief. Want heb je wel eens gemerkt dat je echt een. Ja, noem het maar bijvoorbeeld: je moet belastingdienst doen, je moet belasting aangeven, je hebt er gewoon helemaal geen zin in. En dat je opeens al je taken daaronder. die je vroeger het kutste vond, die mm. doe je nu wel. Ja. Dus dat kutste ding, dat verschuift steeds. Dus nu, oké, okay, die Belastingdienst was kut. Volgende week krijg je nog iets anders wat nog kutter is dan nu die Belastingdienst om daar uh, op, op te procrastineren. Ah, uh, oké, okay, dus uh, uiteindelijk vind je toch wel iets kutters. Yeah. En dan gaat dat. Staat dat weer op top en dan doe je er minder kut. Precies, oh, het okay. is een soort cycle. Maar ja. hoe hij dat uitlegt is super interessant man. En dat heeft me ook wel echt. Want dat, ik doe dat soort van ook gewoon. En het is helemaal niet per se iets slechts. Als je gewoon, hij zei ook dat je je soort van kan manipuleren. Dat je dus een taak zelf kan toevoegen die kut lijkt. Waardoor je al je andere taken gaat Echt? Oké, okay, dat ja, wow, daar heb ik niet over nagedacht. Ja, het is echt, echt, echt interessant. Gewoon ook. zet gewoon marathon rennen op je te doelen. En dan ineens staat dat. Ja, maar je moet het dan wel echt willen. Dat is wel het ja, okay. ding, zeg maar. Maar je, ook ook al weet je dat het dat je jezelf soort van aan het flesje bent werkt het nog steeds dus mm -hmm. het is wel interessant man ja ik heb dan wel ik wil wat zeggen maar ik heb het vergeten. <laughs> maar merk jij ook dat je dat hebt qua dat je je taken daaronder altijd doet en dat er één overblijft oh ja dat wil ik zeggen De, wat ik dus heb is dat ik vaak niet per se het kutsen skip maar ik skip hetgene wat het langst duurt ja. Omdat je heel erg graag het gevoel, want iedereen kent dat gevoel, toch? Je bent klaar met iets wat je gedaan moest hebben op je to-do list. En dan voelt het heel goed. Je hebt ja. dat gevoel van blijdschap, toch? Maar daar, dat krijg je minder snel bij een langere taak. Klopt. Dus ik zou eerder iets doen wat twee uur lang heel moeilijk is. Dan iets wat vijf uur lang of vier uur lang duurt, maar wel heel makkelijk is. Ik snap je ja, zeker. Weet? Je wilt het ja. liefst snel klaar zijn. Maar dan is dat voor jou het gewoon datgene wat het kut maakt. Ja. Ja, nee, zeker weten. Ja. Ik wat was jouw vraag? Verleden. Um, of je dat merkt. Of je merkt dat je dat ook hebt. Dat dat één dat, dat ding blijft staan eigenlijk. Ja. Maar dat is dus wel die langste ja, taak. Ja, precies, die langste taak. Inderdaad. Dus eigenlijk voor jou, als er nog een langere taak komt, dan ga je die andere doen. Ja, <laughs> ja. Ik, ben, nou, ik moet wel zeggen, ik heb nu wel gewoon. Um, ik wees nu heel erg eerlijk met mezelf. Dus in plaats van vroeger deed ik een hele lange to-do-list, waarvan ik eigenlijk al wist dat het heel moeilijk haalbaar was. Mm. Maak ik nu. Een, het is eigenlijk het opposite wat heel veel mensen zeggen toch? Want heel veel mensen zeggen van ja, één voor de. Wat was het? Gewoon voor het allerhoogste. En dan als dat niet lukt, dan heb je nog best wel veel gedaan. Ja. Maar ik heb dat eerder niet. Ik heb nu gewoon dat ik echt een to-do list heb waarvan ik weet dat alles gewoon af moet. Hoe dan ook. Mm -hmm. Het is gewoon af. Het is, het is dat, natuurlijk, hetgene wat het langste duurt, dat houd je dan wel over op het eind. Dus dat is dan wel het kut. En dan moet je hetgene wat het langst duurt op in de avond doen. Ja. Maar het is wel dan. Als het werkt, als je het dan nog doet, mm -hmm. ja, dan, dan waarom niet? Zeker. Je moet ja. ook doen. Maar denk je dat er één ding is wat voor iedereen werkt qua, qua takenlijsten en je hebt gewoon mensen die echt heel erg gestructureerd zijn. Ja. En ook gewoon taken onder taken maken. Dus dan stel je voor, ze moeten een video editen, zullen ze in de doelen zetten, sound editen, ja, okay. kleuren doen, color filters. Even dat soort dingen. Gewoon hmm. een taak onder de taak. Dat zal voor andere mensen werken. Maar voor sommige mensen is het gewoon letterlijk: oké, okay, dit is mijn takenlijst. Wanneer het gedaan wordt, geen idee. Ik ja. zie het wel. Het wordt wel gedaan. Ik denk dat het een groot gevaar gewoon is dat je niet... je dag moet besteden aan, aan plannen en aan taken maken. Mm -hmm. <laughs> Waardoor je ze <het> vervolgens niet <laughs> eens meer uitvoert. Ja, dus je kan jezelf wel inderdaad heel erg gek maken, denk ik. Ja, denk ik. en dan voelt het nog steeds ergens productief. van Ja, ik heb gepland en zo, maar wat heb je nou eigenlijk gedaan? Ja, we hebben we het vaak over gehad. Die kleurtjes in je agenda en zo. Ja, zeker Kwaad, het, het kan allemaal heel productief voelen, maar als je het niet... Ik weet al dat ik me er niet aan ga houden. Precies, <laughs> ja, precies. <laughs> als ik het te moeilijk <laughs> ik maak. Ik lieg alleen tegen mezelf, ja. snap je? Dus het dat is ook uh, uit dat artikel weer de pharma archives die ik naar uitgestuurd van anderson horowitz van ah, uh, ja, ja, a16c dat is dus een grote venture capital firm en uh, ik heb dit artikel structured procrastination dus ook uit dit artikel weer gehaald okay. dus het is echt een goede bron om andere bronnen uit te halen Precies. en ook een paar andere bronnen die daarin zaten was het boek uh, a perfect mess en dat gaat hier echt heel goed over, Wat gaat over? dat gaat dus over hoe um, ongeorganiseerde omgevingen de wereld beter maken, zogenaamd. Dus, en ook hoe Arnold Schwarzenegger volgens mij zonder plannen... en ff, zonder gewoon überhaupt een agenda gewoon zo succesvol is geworden. Dat is wel interessant, man. Maar hoe zo'n ongeorganiseerde plek is zo goed iets? Ik heb het boek nog niet gecheckt. Ik moet het ah, nog okay. checken. Ja, het is misschien uh, hmm. een slechte source Maar <laughs> ik ga hem ja, zeker checken. Ja, maar op zich... Oké, okay, nou, als ik over nadenk... Organ, organ, hoe ik er dan over nadenk... Hoe jij net zegt tegen mij... Is dan van een plek wat ruimte heeft voor creativiteit, toch? Ja, ik. Want ik weet niet of je dit ook had gezien... Maar op Instagram zag ik volgens mij van... Je ziet dan gebouwen van nu... En je ziet gebouwen van vroeger. Je hebt, vroeger heb je heel veel gebouwen... Wat een beetje op een mes lijkt, toch? quote unquote mes. Qua mm -hmm. het zit meer... Het, het heeft meer cultuur zitten erin, decoratie. Het is niet per se esthetic. En nu is het heel strak, simpel. En nu is het heel simpel. strak, simpel, esthetic, wit. Ja. Er zit minder mes in, zogenaamd. Ja. Maar het heeft wel, naar mijn mening, minder gevoel van creativiteit... en ook vrijheid voor creativiteit. Omdat je in die... Ja, je moet in, dat, in die vierkant van... Ik ja, bedoel? ik begrijp je zeker, Ik begrijp je zeker, ja. Gewoon al die details en al dat mooie uh -huh. vakmanschap. Het is gewoon een beetje weg. Maar blijkbaar is dat soort van wat mensen nu mooi vinden. Ik weet niet. I guess. Maar het is. Ik was dus gisteren met iemand praten over. Ik weet echt niet hoe, maar op een of andere manier begin ik <laughs> altijd over geschiedenis met mensen. Yeah. En uh, zij kwam dus uit uh, Rusland. Dus we hebben voor Russische geschiedenis gehad. Maar daarna begon ze over de geschiedenis van fashion. Mm -hmm. En zij zei: Je kan gewoon de fashion. Um, Trends kun je gewoon voorspellen, want het, het is alleen maar een cyclus. Het is alleen maar een cyclus. En ik weet niet of hetzelfde ook zo is met de huizenmarkt en architectuur, maar met fashion. Het is gewoon Jij kan iets wat nu in is, is waarschijnlijk al 100 jaar geleden ook al in geweest. Ja. Zullen misschien kleine details veranderen, zoals een pet of zo. Vroeger draagde, droegen mensen ook al soort petten, maar daar hebben ze nu kleine details veranderd. Die Bomberjacket, dat was zo in de jaren 80 was dat in. Mm -hmm. Al die, dat, bijvoorbeeld, je hebt nu de Old Money Style, dat was ja. van vroeger, de jaren 50, 60, 70, 80. Maar dat zijn het is allemaal. Gerecycled, eigenlijk. Zijn er mensen die dat echt bestuderen? Van nu gaat dit in worden, dus nu gaan we hierop springen? Of zo. Ja, volgens mij wel. Dat zij zij van wel. Dat is heel interessant. Ja, ja, ja. ik vind fashion sowieso interessant hoe dat werkt, want dat is ook psychologisch en zo. Mm -hmm. Maar, uh, oh ja, om heel snel terug te komen op jouw vraag van um, dat boek van A Perfect Mess waar het over gaat, of ja. die auteur in Pharma Archive zelf, uh, hij had wel iets gezegd erover. Um, en dat was eigenlijk dat je niet dat je niet te veel je dag moet uitplannen, zei hij eigenlijk. Dus ja. aan de ene kant dat, dat, dat uh, artikel van John Perry... over structured procrastination gaat over je takenlijst en zo. Maar hij zei eigenlijk... Misschien ging het gewoon over zijn persoonlijke mening. Hij zei van, ik plan niks uit. doe gewoon wat ik het meest interessant vind op een dag... waar ik het meest zin in heb. Dus misschien is dat een beetje die perfect mes idee van ongeorganiseerd. Oké, okay. maar als je het altijd doet waar je zin in hebt... heb je dan niet het gevoel dat je dan een beetje de andere kant op gaat? Of heeft dan, luistert hij dan alleen maar naar... Ja. Dingen waar hij zin in heeft, waarvan hij weet dat het ook productief is. Ik snap wat je bedoelt. Um, ja, ik denk als je eenmaal in een positie zit waarin je zo'n bedrijf hebt... en waarin je dat soort mensen om je heen hebt... dat je sowieso al zulke interesses meer hebt. Dat je mm. niet echt meer gaat je tijd verspillen of zo. Ja, dat is waar. Ik, ik zat er ook laatst aan te denken. Want, uh, ik ben nu bijvoorbeeld het boek van Larry H. Miller aan het uh, lezen. Mm. Driven. En hij was een biljonair. Drie miljard uiteindelijk waard. Zijn verhaal is fascinerend. Ja, waar gaat het over? Ik ken hem niet. Um, Oké, okay, dus hij, even denken hoor. Hij was als een jong kind niet super speciaal. Zijn moeder en vader uh, waren echt super slechte ouders. Uh, uiteindelijk um, begon hij te werken. Hij ging steeds van baan naar baan naar baan. Hij had college niet afgemaakt. Um, hij merkte toen uiteindelijk dat heel veel bedrijven hielden hun niet echt aan hun beloftes. Mm -hmm. Uiteindelijk skipte hij naar nog bedrijf, nog een bedrijf. Want hij had wel echt, hij kon heel goed van bedrijven, um, grote bedrijven maken, best wel snel. Dus je zag ook vaak als een bedrijf misschien 50 k per jaar omzet, wat in die tijd toen veel was, want door inflatie, binnen een jaar was het naar 100 k. Dus ja. het was gewoon iets wat hij bleef, bleef doen, alleen omdat bedrijven vaak geen loyaliteit showden. Ging hij weg. Uiteindelijk had hij één plek gevonden. Dat was dus een garage. En die verkocht dus auto's. En die repareerde auto's, als het goed is. Had, die had dus één garage. Toen uiteindelijk na een paar jaar hadden ze zes door hem. Iets van 3 miljoen omzet per jaar. Toen uiteindelijk ze, um, vertelde zijn baas dat hij wou dat hij zijn acht kinderen ging trainen. Niet, niet die van Larry, maar die van die baas zelf. Ja. Dus toen wist Larry van: fuck, ik ben mijn baan kwijt. Want hij wilde dus dat zijn kinderen. Het bedrijf oh, gaan overnemen, ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Maar toen vertelde ze: basis van ja, je mag gewoon, uh, je krijgt dezelfde salaris, best een hoog salaris, maar je moet dan in een lagere positie werken. Maar hij zei: nee, dat wil ik niet, want het was voor hem passie, toch? Het kwam niet per se uit geld. Mm -hmm. En um, toen dacht hij: weet je wat, ik wil nooit meer een positie kiezen dat iemand anders, soort van mijn destiny, kan kiezen. Dus toen is hij zijn eigen bedrijf gestart. Mm -hmm. Toen heeft hij dat gegroeid, hij heeft echt super veel leningen getrokken, echt absurd als je het verhaal leest denken van want ze zeggen toch je moet 1 op 2 moet je lenen en hij zat op 1 op 200 in leningen <laughs> oh, <die shit. laughs> hij had echt ziek veel geleend en uiteindelijk toen hij nog steeds gewoon in de schulden zat met leningen had hij nog een basketbalteam gekocht ja <laughs> hij had op een, een of andere manier kwam basketbalteam dus die failliet aan het gaan was die kwam naar hem toe van hey we moeten gekocht worden voor 8 miljoen hij zegt voor 7 miljoen regel ik het toen hadden ze dus een ceremonie om, dat te, om, um, dan het, om het te vieren dat hij het bedrijf ging kopen, mm -hmm. maar hij wist pas vier minuten voordat hij op stage ging dat het geluk was om het geld bij elkaar te schrapen. <laughs> dus hij, lief, hij leefde echt gewoon op de edge, Dat is ja. mooi om te horen, zo'n gek voorbeeld. Precies, maar hij, ja, uiteindelijk heeft hij dat gegroeid naar 3 miljard bedrijf. Zijn ze oh, wat hij trouwens, wordt oh, heb ik niet opgeschreven in notitie, maar dit is echt fascinerend. Ja. Ik had ook opgeschreven in mijn notities. In mijn boeken van dit is hoe je, dit is de manier hoe je een koninkrijk bouwt. Basically wat hij deed: oké, okay, je hebt dus een bedrijf in automobiliteit. Mm -hmm. Wat doe je dan? Oké. Okay. Je moet vaak um, uh, verzekeringen aanschaffen. Mm -hmm. Weet je wat? Ik start een verzekeringbedrijf. Dan uh -huh. betaal ik met mijn automob automobiliteitsbedrijf. Betaal ik mijn eigen verzekeringbedrijf. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, wat heb ik nog meer nodig? Uh, transport. Ik start een transportbedrijf. Nee, en zo had hij dus een hele connectie met al zijn bedrijven. Ziek, dus hij was gewoon een klant voor zichzelf. Waardoor zijn bedrijven ook vaak niet failliet konden gaan. Omdat je hebt altijd een klant. En um, ja, uiteindelijk gegroeid naar 3 miljard. Hij werkte bizarre uren. 16 uur, 15 uur per dag. Uiteindelijk op, op zijn sterfbed, en dit is dus het allersieligste: op zijn sterfbed, hij, zei zo, hij keek zo om zich heen. En het enige wat hij kon denken was: Ik heb mijn leven weggegooid. Ik heb mijn leven weggegooid. Ik, mijn kinderen, ik heb geen goede connectie met mijn kinderen. Pas in ze ouder werden, dus zijn dochter werd zwanger toen ze 15 was. Ja, het was gewoon gewoon vreselijk weet je wel qua hij had helemaal geen goede connectie. Dat gaf me echt een Ja en ik zat echt van wat dit het het wat het was wel het laatste overval van Matt Damon die er achter kwam op een hele jonge leeftijd dat die Grammy hem niet blij ging maken ja, ja. of een Oscar en maar hij kwam er pas achter op 90-jarige leeftijd of ouder misschien volgens mij was dat 80 iets, 70 ik weet niet meer maar en dan is dat de laatste. Sterf, of het. Van... ja. Damn bro. Toen was het te laat. Uh, hoe heet hij? Larry H. Miller. Larry H. Miller. Maar wat, wat deed hij om die bedrijven te groeien? Was hij gewoon een hele goede marketer of alles? Een um, duizendpoot? Hij was een duizendpoot. Hij had een fotografisch geheugen. Dus hij wil het zeggen van niet, maar als hij kon bijvoorbeeld... Um, dus hij was heel erg bezig met time management en productiviteit. Okay. Dat dus moet ging... ook wel als je zoveel bedrijven hebt. Ja, precies. Maar ook toen hij bijvoorbeeld alleen maar op een cash desk werkte, okay, okay. ging hij dus alle schroeven ging uit zijn hoofd leren per vakje. Nee. En dan hoefde hij dus niet meer op te zoeken op de computer, want hij merkte hoeveel collega's, hoeveel tijd ze daarin kwijtraakten. Holy shit. Okay. Dus, maar ja, dat, dat zijn wel tips die niet echt. Gebruikelijk van toepassing zijn, van toepassing zijn ja, voor ons, I guess. Dat is, is zo'n genius mind. Dat doen we meteen ja. denken aan Charlie Munger of zo. Weet ja, je? Die man die. Hij heeft zo'n boekenkast, echt met duizenden boeken. En dan als je aan hem vraagt: je pakt één boek, hij vertelt je gewoon precies alles wat erin staat. Ja. De namen die erin staan, de data, alles. Mm. Dat is gewoon, dat is oneerlijk. Ja, het zijn fascinerende mensen. Ja, en hij had het. ook. Um, wat, wat jij zei met die duizendpoot, wat hij dus ook deed, wat eigenlijk een hele slechte gewoonte had wat is, wat Napoleon had dit ook, mm -hmm. is hij. Hij was met alles bezig. Hij heeft een hele koninkrijk, een hele. Um, al die. Weet je wel, 20 bedrijven, 30 bedrijven uiteindelijk. Maar hij was nog steeds bezig met die kleine details. Hij had uiteindelijk een stadion gingen kopen voor het basketbalteam, een grotere. Hij was serieus bezig met welke bomen hij voor de stadion moest zetten. <laughs> dus uiteindelijk schreef hij ook in het boek van... Ik ben een expert in bomen geworden, omdat ik zoveel tijd daarin in had gestoken. Holy shit. Dit, en ook met uh, wat voor beton hij ging gebruiken in het stadion. Er ja, dus Met dat fijn. soort kleine details, hij ging dan expert worden over beton. Dus ja, dus man, dat is een soort control freak, zie ik dat een Extreme beetje. control freak. Ja. En daarom was hij ook zo, ja, misschien een beetje depressief zelfs op het einde. Ja. Omdat hij wist dat hij gewoon zoveel tijd had weggegooid. Want het verhaal van zijn vrouw ook is ook echt fascinerend. Dus je weet gewoon van die Instagram-foto's van die memes van dat, dat ze echt wifi is, weet je wel. En ja. zij is echt wifi, wifi. Qua... Ook al hadden ze miljoenen, miljarden uiteindelijk. Zijn vrouw bespendeerde nooit geld op, aan zichzelf. Ze had gewoon. De bankpas, de creditcards, had ze allemaal tot haar beschikking, maar ze spendeerde niks gek. Ze kocht geen Louis Vuitton. Ze zorgde alleen maar voor haar kinderen en voor haar man. Dat was, dat was gewoon haar leven, zeg maar. Ja. En toen, hij, um, toen ze het ook niet per se eens was met zijn leningen trekken, steunde ze zei er nooit wat over. Ze steunde hem altijd. Ze ging nooit met hem in discussies. Ze vertrouwde gewoon compleet in zijn skills is, en yeah. in zijn visie dat is wel echt in zijn dat ja. wel, zo zie je het toch maar dat zeggen ze vaker toch achter elke man staat een goede vrouw. Mm -hmm. En dat ja. hij altijd zeker. Ja, dat heb je ja, dat heb je denk ik ook echt echt nodig man in zo'n situatie. Mm -hmm. Alhoewel een Elon Musk had het niet. Maar... Nee, Elon <laughs> was niet. Sommige ja, en op zich heel veel great men hebben dat niet. Ze zijn heel veel great men en zijn vaak slechte vaders en slechte mannen. Ja. Niet qua, qua partner, niet... Ja, wat is dan great? Ja, succesvol op, op, op Ja, show. great in de skill. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld Winston Churchill was great in het zijn van een minister-president, maar hij was niet great in het zijn van een vader. Ja, precies. Het kan, ja, je, kan. je kan beide, maar dat is extreem lastig. Ik bedoel, Ronaldo is great in voetbal en een hele goede vader, een uh -huh. goede partner. Je ziet nooit een scandal van Ronaldo dat hij vreemd gaat. Ja, of hij is een hele goede heeft een heel goed team. Of hij, te ja. Nee, wat doen? Nee, 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 nee. Heel ja. goed PR-team. Nee, ik heb geen idee. dat zou, ik, ik geloof inderdaad zeker dat het gewoon kan. Uh, mm -hmm. Gewoon prioriteiten stellen, toch? Ja. Ik had dat er gezien. Weet je wie ik echt... Uh, ik heb echt respect voor Koso, oké? Okay, ja. Hij, uh, ik zag een video van hem waarin hij ook zei van... We hadden dus een Playstation staan, een Playstation 5. En hij was met Enzo Knol en die vroeg ze van... Uh, uh, speel je er wel eens op? Het zei hij, nee, nou ja, hij is ook niet aangesluit, zoals dus je ziet. Want hij is dus constant bezig. Hij werkt ook... Abnormale uren, toch? En als hij terugkomt, zei hij van... Ja, als ik thuis ben, dan wil ik gewoon tijd met mijn kindje besteden. Met mijn vrouw besteden. Ik wil niet mm. nog meer gaan gamen. Dan voel ik me te egoïstisch, weet je wel. Toen dacht ik van... Hé, hey, die man heeft echt een goede mindset, man. Mm. Ik vond het wel inspirerend om te zien. Ja, zijn verhaal ook met zijn vrouw is ook erg fascinerend. Ja, zeker weten, man. Ik vind dat we kosten ook zo op de podcast moet, uh, moeten oh, fixen. Zo, dat zou echt insane zijn. Ja, 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 nee, dat lijkt me ook fascinerend. Want zijn... Ik vind het ook heel mooi dat zijn vrouw ook zo erg... Uh, net als bij Larry H. Miller zeg maar. Zijn achter, achter hem stond ja. en vertrouwde op zijn visie. Want, Best volgens mij, vertelde Kosovo ook dat hij zijn laatste geld had gespendeerd toen aan een landbouw. Ja, klopt. Maar dat zij nog steeds gewoon bij zijn moeder woonde, toch? Iets in die richting. Ja, nou, als marketing. Uh, en uiteindelijk ja. heeft dat echt goed uitgepakt. Maar in dat Precies. moment kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt als, als vriendin van hem: van wat doe je nou eigenlijk? Weet je? Precies, want heel veel vrouwen zouden echt wat anders zeggen, dat weet ik zeker. 100%. Maar ja. Dat is een stukje geloof, toch? in partner. Dat hij het ja. weet, gewoon laat hem die boot sturen. Mm -hmm. En ik denk dat ook iets goed is om te zeggen, is dat heel veel mannen dat ook niet verdienen. Dat geloof. Mm -hmm. Heel veel. Want daar zat ik ook laatst aan te denken. Want iemand die ik ken, die is nu, die is nu uit elkaar. Ja. En die vertelde me dus ook dat een van de redenen dat ze dus uit elkaar zijn, is dat hij heel veel beloftes had die hij niet nakwam. Dus ik kon hem niet zonder weg te kijken, geloof in zijn visies. Ik bedoel, ja, geen man van zijn woord. Geen man van zijn woord. Ja. Dat is denk ik het. En dat, dat is helemaal niet moeilijk om een man van je woord te zijn. Nee. Het is gewoon, zeg dan minder dingen of zo. <laughs> Precies, dan gewoon je mond. Het gaat over acties en over wat je zegt, toch? Mm -hmm. Je kan ook gewoon die dingen die je zegt aanpassen. Maar ja. ja. Soms zijn we allemaal gewoon, weet je, het is, niemand is altijd 100% aan zijn woord of zo. Ja, het kan je ook soms niet lukken om niet aan je woord te zijn. Mm. Maar. Dat is, ik denk dat dat eerder is dat het gewoon niet is gelukt. Maar je hebt ook soms mensen die proberen het niet eens. Ja. hebben Dan is het gewoon meer een bluff. Voor dan, ja, dat is toch met dat input en output goals. Je kan altijd een man van je woord zijn aan de hand van input goals. Ja, precies. Je kan inderdaad zeggen van tegen je vriendin van... ja, ik ga nu echt een verandering maken in mijn leven. Ik ja. ga vijf keer per week. Ja. In plaats van zeggen, ja, ik ga een sixpack hebben over zes, zes maanden. Da dat weet je niet. Dat ligt ook aan je genen en zo. Precies. Misschien krijg je een achtpack. We zijn hey we Daarom. Wie weet. Damn. Hoe lang zijn we bezig? Best wel een tijdje. want we moeten ja. zometeen nog een podcast opnemen met ja, een hele man. speciale guest. Snelle break, en dan gaan we, gaan we naar de volgende podcast. Yes, dank jullie wel voor het luisteren. Alsjeblieft abonneer even, want een hele groot percentage van mensen is niet geabonneerd ja, ja, op YouTube. Ja, ja, ja. Dus Te weinig eigenlijk. Te weinig. Ja, ik vind dat we wel op die uh, duizend moeten komen binnenkort. Dit jaar. Kunnen we eindelijk geld verdienen met de podcast? <laughs> yes, dank allemaal. Ciao, ciao. Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website betweterspodcast.nl. En dan zie ik je bij de volgende episode.